Nou, dit is een van de slaapkamers in het nieuwe tijdelijke gebouw wat wij gaan inzetten als noodopvang in Almere. We zijn erg blij met de situatie dat we hier 8 mensen terecht kunnen op stapelbedden. Nou, de kasten en de stoelen staan er inmiddels, zoals u kunt zien. Zo zijn er in dit gebouw 14 dergelijke kamers. En dit eerste paviljoen is nu ook zo goed als klaar. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is blij dat het eindelijk op deze manier asielzoekers kan opvangen. Ik denk dat we mensen goed onderdak moeten bieden en deze tijdelijke gebouwen bieden dat onderdak. Van dit soort tijdelijke gebouwen komen er nog 3 naast te staan en kunnen hier bijna 450 mensen opgevangen worden. Dat betekent ook dat er nu afscheid kan worden genomen van de tenten. Dat was een tijdelijke noodoplossing om het capaciteitsgebrek in onder meer het Groningse Ter Apel op te vangen. De bewoners die hier in deze tenten woonden lieten eerder aan Omroep Flevoland weten slecht te slapen en het erg koud te hebben. Nou ja, met name de verwarming is beter georganiseerd en er zijn vaste wanden, er is een vast dak en dat maakt dat het voor hun behagelijker is. Er werd er eerst ook op andere plekken gesproken over dat het heel erg gehoorig was. Dat hoorde op andere plekken in Nederland. Ja. Hoe is dat hier? Nou, ik denk dat het in deze gebouwen beter geregeld is. Het zijn vaste wanden, de isolatie is beter geregeld en dus ook de gehoorigheid. In deze nieuwe slaapgebouwen die vandaag zijn opgeleverd, komen volgens het COA op korte termijn weer andere vluchtelingen. We zijn nu slaapgebouwen aan het plaatsen en er komt straks wel gewoon een recreatieruimte en een eetzaal waar mensen hun andere faciliteiten kunnen ontvangen. We maken op dit moment hebben we nog een kleinere eetzaal staan die tijdelijk gebruikt wordt, maar die wordt straks ook vervangen door een eetzaal in een soortgelijk gebouw als dit. Het is de bedoeling dat deze tijdelijke paviljoens over een jaar plaats gaan maken voor een gebouw met permanente opvang.